hond moet voortdurend aandacht hebben voor het baasje. De schouder van de hond moet continu tegen het dijbeen van de begeleider zijn. Hij mag niet voordringen of hij mag niet achterblijven. En dat is hier perfect geïllustreerd door Pedro en door Sita. Die hond wijkt niet af van zijn been. Er mag daarnaast gebeuren wat er wil. Die hond blijft aandacht hebben voor het baasje. Oefening houdt ook in dat je gaat keren, dat je gaat een keerwending doen, dat je links en rechts gaat draaien, dat de hond gaat zitten zonder bevel, van zodra dat het baasje stopt. Een onderdeel van deze oefening is dat je ook tussen het volk gaat lopen. Daar worden vier mensen opgesteld. Je merkt dat de hond geen enkele vorm van aandacht heeft voor dat publiek. Hij heeft enkel aandacht voor het baasje. En dat is hetgene wat we ook willen. Deze oefening is perfect uitgevoerd. Dus mensen, ik zou je graag vragen. Je merkt niet tegenstaande dat het geen volgoefening is, dat de hond toch perfect moet volgen. De hond blijft perfect zitten, heeft perfect aandacht voor zijn baasje en bougeert niet. Hij wacht totdat het baasje mooi terugkomt. Tussen de oefeningen wordt de hond lichtjes beloond, dat hij weet dat hij het goed gedaan heeft. Volgende houding is afliggen, opnieuw vanuit beweging. Het zijn oefeningen die nu perfect uitgevoerd worden, maar ik kan je garanderen dat het niet evident is om tot zover te geraken. Hond wordt voorgeroepen. Komt vrolijk met zijn staart kwispend naar de hond, naar het baasje. Gaat mooi gaan voorzitten en gaat perfect aan de voet gaan zitten. Teren. Apporteren bestaat uit drie onderdelen. Dat is het apporteren in de rechte lijn, het apporteren over de 1 meter wand en het apporteren over de schans. Bij gebrek aan schans hebben we dat laatste laten vallen en gaan we enkel maar demonstreren het apporteren in de rechte lijn en het apporteren over de 1 meter wand. Misschien heb je er niet op gelet, maar opnieuw, op het moment dat Kevin met Anouk naar de blokken hing, die hond volgt perfect aan de voet. Vandaar dat een volgoefening enorm belangrijk is. De hond gaat snel achter de blok, dat is wat verwacht wordt. Brengt hem mooi, gaat mooi voor het baasje zitten. De blok wordt mooi aangenomen. En de hond gaat mooi aan de voet gaan zitten. Perfect uitgevoerd oefening. Dan gaan we het er onmiddellijk over gaan naar de 1 meter wand. Je merkt opnieuw op dat die hond perfect volgt aan de voet. Oefening is opnieuw perfect uitgevoerd. Door het feit dat die oefeningen perfect uitgevoerd worden, lijkt het ook behoorlijk simpel te zijn. Je kan dat vergelijken met de voetbal. Als je Zinedine Zidane ziet voetballen, of als je Ronaldinho ziet voetballen, dan lijkt het allemaal zo simpel en zo eenvoudig. Maar nee, van mij aan, dat is het niet. Daar zit jarenlang training en oefeningen om deze sport op perfect te krijgen. Ja? Voilà. Daar vindt hij uiteraard niks. Dus gaat hij naar het volgende kotteke. Daar vindt hij wel de pakwerken. Hij is heel enthousiast, ziet dat graag. Gaat voor gaan zitten en begint te blaffen. De hond gaat niet reageren, zolang dat de pakwerken geen enkele vorm van beweging maakt. Het gaat zelfs een stap verder. De hond mag zelfs niet bijten. Hij wordt teruggeroepen aan de voet. Dat vind ik persoonlijk een perfecte vorm van controle als je kunt zorgen dat die hond niet bijt, maar dat hij wel gaat controle hebben. Goed, onze poef staat klaar om weg te lopen. De hond gaat pas gaan reageren. Voilà. De poef wordt onderschept. Op het moment dat de poef stopt, gaat de hond lopen. Komt het bevel op afstand om te gaan lossen aan de hond los. Opnieuw op bevel lost die hond perfect. Je merkt dus dat het helemaal niks te maken heeft met een hond wil laten inbijten. En laat de hond van eens goeiedag dan zeggen aan de pakwerken.
Iemand zin om goeiedag te gaan zeggen aan de hond? Ja, ik weet niet. Aan je gang. Je mag hier rust naartoe gaan. Je mag hem gerust trainen. Ik dacht hier, ik kan hij goed zo. Dat is even zeker. Voilà. Je merkt dus dat die hond niks, maar dan ook niks van agressie vertoont. Kan hij achterwachtig zijn? Kinderen mogen daar naartoe gaan. Je merkt dat dat honden zijn die heel sociaal zijn, heel zelfzeker zijn. Dus al zijn pakwerk heeft puur te maken met een spel voor de hond. Goed zo. Hij vindt het behoorlijk leuk. De ruis staat open, de tong hangt eruit, wat het normale gedrag is. Je merkt op de manier waarop dat die hond met die mouw terugkomt, die staart, die kwispelt, die straalt een en al vreugde en vrolijkheid uit, omdat hij gewoon blij is dat hij zijn buiten mogen krijgen. Goed zo. De zaken waar ik nu even de aandacht wil op vestigen. Wat belangrijk is, je ziet de hond blaffen en het geeft de indruk van hij heeft de boef gevonden en hij blijft wachten totdat de boef reageert en dan gaat hij zich gaan nadrukken. Hij moet op een zodanig niveau die hond gaan opgidsen, maar opgidsen naar buiten is opnieuw niet naar agressie, zodat die hond geen schrik heeft, maar dat hij zin heeft om die buiten te pakken. En hij krijgt het regelmatig zijn buiten. Let opnieuw op de eerlijkheid, op het contentement van de hond als hij zijn buiten. Wacht in de kwart. Ja. De volgende stap is dat we dat bordje gaan vervangen door een bijtworstje. Je merkt dat begint al iets meer de vorm te gaan krijgen van een bijtbouw. Dus dat blijft enkel de beloning voor de hond. Als hij voldoende werkt, als hij voldoende laf, dan gaat hij zijn buiten. Het bordje. Dat hij zijn buiten krijgt als hij blaft. Zie, de aandacht voor die hond is naar de buit gericht, is niet gericht naar de pakwerk. Aangeleid in het schottige rivier. We gaan de overstap maken van het gewoon gidsen op het losse terrein, waarbij dat de hond geleerd wordt om de bijten of de buiten mogen pakken op het moment dat hij aan het blaffen is. Als hij begint te blaffen, dan gaat hij zijn mouw krijgen. Dus die hond leert van, aha, als ik blaf, dat is de manier om mijn buit, om mijn beloning te gaan krijgen. Dat is wat we ook willen gaan zien in het rivierhokje, daar in het riviertentje. De hond gaat voor de pakwerken gaan staan en die heeft ongeveer van, als ik blaf, krijg ik mijn mouw. Dat gaan we nu gaan demonstreren met Pedro en met Sita. En we gaan het tegenhouden en de hond, als hij voldoende geblaft heeft, gaat de pakwerken zijn mouw omhoog doen en dan krijgt hij zijn buit. Voilà. Als we het los gaan doen. Voilà. De hond heeft voldoende geleerd, die gaat gaan zitten en die zit gewoon te wachten totdat hij de bouw kan krijgen. Prima werk. Prima werk. We gaan de hond ook laten lossen nu. En voilà. Hij is verschrikkelijk blij dat hij zijn buiten heeft en dat wil hij ook aan iedereen gaan tonen.